Beste kijkers, de Nationale Assemblée heeft onlangs de wet rij- en voertuigenbelasting aangenomen. Er is wat onduidelijkheid in de samenleving en het Nationaal Informatie Instituut heeft gemeend om hierover van gedachten te wisselen met NDP-assembleelid Amsat Abdul. Uw aandacht voor dit vraaggesprek. De wet houdt in dat wanneer u eigenaar bent van een rij- en of een voertuig, dan gaat u een belasting moeten betalen daarop. Daarom een info wet naar rij- en voertuigenbelasting. Sana wan rij of voertuig. Wan rij of voertuig kan de wan personenauto, kan de wan busvervoer, kan de wan vrachtwagen, wan tractor, wan motor of wan bromfiets of aanhangwagens. If je op wan den sani of een paar personenauto's of een combinatie daarvan, dat impai wan rij- en voertuigenbelasting no. En daarover gaat de wet. De wet behandelt dat deel van impai belasting, om in impai sana a bezwaar proces if je vindt dat de man benadeel du nanga ala den sandat vanaf wanneer het ingaat. Dat nou een zeer belangrijk sani. En a wet dat u behandelt in de Nationale Assemblée. Ik mag u meegeven dat wanneer het gaat om een nieuwe maatregel, dat deze maatregel geen nieuwe maatregel is. Het was reeds door de president in zijn jaarrede van 2017 al aangekondigd. Dus de president bent ook in de Nationale Assemblée. En dat ook in 2017 van dat u op een rij- en voertuigenbelasting nodig leek wat inkomstenbron je overheid. Dus als een anonio. Een maatregel ja, een minister voor Financiën bim tjara maatregel dat hij kon op in een begroting voor 2017 ba. Maar uno be aba wet ete. Tapa begroting voor 2018 de man tjara wet ja kom baka. Maar uno be aba wet ook toen niet. Dus je kan het niet uitvoeren, want zonder een wettelijke basis mag je geen heffing hebben. Het beleid van de regering heeft zich de afgelopen tijden geconcentreerd op een aantal zaken, zoals Isabi of de inwoncrisis. De regering kon aan een herstel- en stabilisatieplan, de regering besloten een deal met de IMF, en de regering beap van crisismanagement team sa bo je regering voor open overbrug a periode ja. In een stabilisatie en herstelplan, de regering kon nanga uitgaven beperkende maatregelen, inkomsten verhogende maatregelen, productiestimulerende maatregelen, sociaal beschermende maatregelen. En den sanja de verwerk ook toe. In een agreement zou bij abnanga IMF. We hebben, wanneer het gaat om uitgaven beperkende maatregelen, subsidies afgeschaft voor elektra, voor water, toch? Maar tindelijk nu, regering is subsidieer elektra nanga water, toch? En bijna voor 600 miljoen op jaarbasis, SRD, op jaarbasis. U beab sociaal beschermende maatregelen, is op allerlei sociale projecten zijn regering in vooruit. Telek nu naga a pakket sa dema e seri basu karta sa dema e paigiwa antas ma subsidiëren van busvervoer, subsidiëren van noem maar op gezondheidszorg, deel van het onderwijs, een aantal zaken die nog steeds gesubsidieerd was, water, elektra wordt nog steeds gesubsidieerd die door de regering gedaan wordt. Daarnaast om de koopkracht op te krikken, regering die de mouwen heffingskorting. Regering die mag de mouwen al de land die mouwen koopkrachtversterking. Alla den sander a regering doe le sociaal beschermende maatregelen. Toch? Ook toe te de man ben dena no toe. Regering ko in. Weet je? Dus dat kost allemaal geld. Bij de inkomsten verhogende maatregelen als u daar gaat, is er tot nu toe geen
geen enkel belastingmaatregel doorgevoerd. Met uitzondering van deze wet, Sademan ben kondig aan ba in een jaar reden, sa president ben kondig aan ba in een jaar reden van 2017. Sa ik kom voor in een begroting voor 2017 en een begroting voor 2018. Dus dit is de eerste belastingwet sa wij doen voor verhoogde inkomsten in de regering. En is dat ten aanzien van de productiestimulerende maatregelen. Het palmolieproject is al in de tweede fase. Het kokosproject is ook al in fase 2. Er zijn een aantal zaken waarmee we bezig zijn. Dus al die zaken moeten worden meegenomen. Maar als we nu de huidige economische situatie, tenminste de ontwikkelingen in de economie nader bekijken, dan is er een stukje verbetering plaatsgevonden. Maar lanti abdelik no monif nodo. Recent had de minister van Volksgezondheid aangekaart dat hij een bedrag van 300 miljoen nodig heeft om de gezondheidszorg weer op peil te brengen, om weer normalisatie erin te brengen. De regering heeft verhoging toegekend aan de leerkrachten van ADEC, aan de docenten van ADEC en andere zaken. Dat gaat Lanti 50 miljoen kosten. De verhoging van CLO, en dat is maar een verhoging van 25%, gaat Lanti 63 miljoen SRD op jaarbasis kosten. Toch? Dus het andere verhogingen moeten erbij nog erbij worden uitgerekend. Sa regering heeft paige subsidie eten. Sa regering heeft in sociale instellingen. Pedema en subsidieer. Noem maar op, dat alles kost de regering geld. En dit is een van de weinige maatregelen die de overheid heeft genomen om haar inkomsten te verhogen, om die verplichtingen ook te gaan moeten komen. Dat is één. Twee. Hoe is de realiteit voor de situatie voor Suriname? Altijd. En iedereen kan dat beamen. Wie is dan als je dat kiest, maar kan beamen als aan dat. If lantisme, ik kies voor een verhoging, dat de prijzen in de winkel is tegen. Dat heeft te maken met het feit dat we een importeconomie hebben. Isabi, ik kies extra money. A eerste san is je doet, je gaat naar winkel voor bij san. Logisch. Maar de sandat, nee, produceer in Akondreja. We halen die dingen vanuit het buitenland. Dus wanneer je vraag nu uitoefent, gaat de winkelier zijn bestellingen weer plaatsen bij de importeur. De importeur gaat weer valuta zoeken om die dingen binnen te halen. Zo zorg je dat er een drukking ontstaat op de wisselkoers. Dat de wisselkoers stijgt, omdat er een vraag is waaraan men moet beantwoorden. Toch, en de prijzen stijgen ook wanneer we dat niet kunnen doen. Dus er is een kettingreactie tussen salarisverhoging, wanneer je daar tegenover geen productie hebt, met prijsstijgingen en inflatie. En dat deel moet ook voorkomen worden. Het beste om het te voorkomen is middels een directe of indirecte belastingmaatregel een deel van de koopkracht gewoon af te romen. Deze belasting, rij- en voertuigenbelasting, nou een rechtvaardig belasting. Dus man sano op een rij of een voertuig, no paya belasting. Te je op een personenauto, da je paya belasting. Te je op een bus vervoer en je verdient dan een bus, da je paya belasting. Te je op een vrachtwagen en je verdient dan een vrachtwagen, da je paya belasting. Te je op een tractor en je roken een tractor voor verdient, da je paya belasting. Zolang je mee gebruik voor de passie, zolang je een rij, een voertuig, maken gebruik voor de wegen, dan heb je belasting. Dus dat geeft aan dat het rechtvaardig is. En het is een houderschapsbelasting. Dus te je op een wagen, te je op een bus, te je op een vrachtwagen, dan heb je belasting. Of je nog op een. Dus het gaat ook niet zo dat iedereen het gaat betalen. Toch? Ik ken mensen die bijvoorbeeld gewoon gebruik maken van openbaar vervoer. Zij gaan niet betalen. Toch? Zij maken gewoon gebruik van het openbaar vervoer. Dus het is gewoon een houderschapsbelasting. En het is een rechtvaardige belasting. En deze belasting wordt internationaal geheven. In bijna alle landen. En het is een bron van inkomsten voor de overheid. Dus voor de 100% zeker, want we bij Arca zijn dat auto. En ik wist dat men dat zou zeggen.
Want ten ben tak nanga densma begin takje van ja, maar ik, wanneer ik tank, dan betaal ik al een government take. Dus waarom moet ik nu daar gaan betalen voor een rij- en voertuigenbelasting? Misorde man dat geen enkel component van rij- en voertuigenbelasting ligt in de government take. Geen enkel component. Verklaratorie dat misschien een briefje aan minister voor Handel, Industrie en Toerisme. En amans in een briefje in Bakka met het antwoord dat je wel belasting hebt die gegeven wordt op brandstof. En hij heeft een paar voor me opgenoemd. Volgens mij staat consentrecht erin, statistiekrecht erin, nog een paar dingetjes zitten erin, vijftal belastingen. Maar rij- en voertuigenbelasting is geen component binnen de government take. Dat is één. Ten tweede, de man moest mik wel onderscheid ook toe. Dus het tegengebruik aan brandstof, dan het tegengebruik aan passie. Tegengebruik aan brandstof, toch? Dan gebruik je naar eigen behoefte. Maar dan aan brandstof, je vervuil aan milieu ook toe. Er komt uitstootgassen vrij in het milieu. En het milieu wordt ook vervuild. Betaalt u milieubelasting? Nee, toch? Maar tegelijkertijd maak je ook gebruik van de wegen die we allemaal kapot rijden. Verkeersmobilair die kapot wordt gereden. Zwaar materieel die vervoerd wordt die onze wegen kapot rijden. Dus er is wel een verschil in beide zaken. Je moet wel weten waarvoor je betaalt. Die zijn je pij. Maar ik heb een mening dat voertuigenbelasting een legale belasting is omdat het nu bij de wet is geregeld. Maar de government is nog steeds niet bij wet geregeld. Dus de regering vindt niet schaam. Ze hebben takkie dat de man poer aan rij- en voertuigenbelasting en daar in de plaats met de government take is gekomen. Dat is illegaal. Is illegaal. Government take is nooit bij wet geregeld. En dat ding stoort me. Omdat een legale regering ervoor heeft gekozen om een legale wet, Sabin de inwerking, voor verklaar aan wet dat vervallen, omdat de man nog een paar aanmaak kosten die aan belasting kan tekenen. En de man ben wel omzeil aan administratieve romslomp. Dus een regering dat verklaar aan wettig een belastingmiddel vervallen, dat de man kon allemaal illegaal zijn, die zat tegen de grondwet. En dan hebben ze het 10 jaren lang gedoogd. En ook mijn regering gedoogd dat. Maar ik roep altijd mijn regering al, en sinds 8 jaren al, van laten we dat ding legaliseren. Hoe kunnen we dat legaliseren als dat? Hoe kan Kara wet milieubelasting? Isabi, want je tanken, je vervuilen aan milieu, dan uitstoot voor jouw gifi. Hoe kan je milieubelasting? Minusap, zou ook karen, maar hoe legaliseren als dat ook toe? Dan kan je het legaal heffen. Maar dat is wat er gebeurd is. Geen enkel tegemoetkoming naar het volk toe van we gaan dat weghalen en we komen je toch, weet je, we zetten iets anders in de plaats. Nee, het was makkelijker voor die regering om iets dat legaal was te schrappen en iets dat illegaal was in place te brengen en van daaruit te innen en te tappen, omdat dat makkelijker geld in de staatskas binnenbracht. Dus op dat punt, we oplossen moest komen. Deze belastingmaatregel gaat ongeveer 80 miljoen binnenbrengen, tussen 80 en 83 miljoen binnen. Ik denk wanneer je die aanmaakkosten en al die andere kosten van de overheid gaat aftrekken, hoeveel gaat dat komen? 3, 4 miljoen, laten we zeggen 5 miljoen, dan kom je toch nog op die 78, 79 miljoen. Dus laten we het afronden op 80 miljoen naartoe dat het binnen gaat brengen. Het gaat absoluut niet het tekort van de overheid wegwerken. Waarom? En dan wil ik even ook onder uw aandacht brengen datgene wat ik hier in de Nationale Assemblée naar voren heb gebracht. En dat was eigenlijk hoeveel de regering Boutersen in 7,5 jaar heeft geïnvesteerd aan 2 zaken alleen. Aanleg en verbetering van nieuwe wegen en onderhoud van wegen. En dat heeft de regering Boutersen ongeveer 2,7 miljard gekost. En in bepaalde jaren is er meer dan 600 miljoen aan aanleg en verbetering van wegen
uitgegeven. In 2017 bijvoorbeeld. En die mensen die zeggen dat ze het niet zien, die mensen moeten wel blind zijn. Want if je op een begroting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gaat uw beleidsmaatregel 54110 lezen en bestuderen wat het inhoudt. Het herinrichten van wegen in diverse districten. Toch het asfalteren van diverse wegen, landelijke asfalteringsprogramma LA4 in diverse districten. Surnam Infrastructure Project Dalian 4 in diverse districten. Trouwens, wat broek je ook liever op, toch in een Dalian kader ook toe. Dus, de mannen want tak abra asanda. Dalian 4, 70 kilometer road construction project in diverse districten. Weg Meerzorg Albina Corridor. Toch? Er zijn een paar grote projecten die door deze regering worden uitgevoerd. En dat kost best wel geld. Dus ik vind het hypocriet wanneer een lid van de Nationale Assemblée opstaat en zegt van ja, jullie hebben zoveel uitgegeven, maar niets is te zien. Wel, dan wil ik wel zeggen dat de enige weg dat je dan rijdt is van je werk naar je huis of van je huis naar je werk. Daarom zie je niets meer. Dan rij je niet rond Suriname. En dan ken je Suriname niet. En dan ga je absoluut niet naar de verschillende districten. Natuurlijk weten we dat het niet voldoende is. Iedereen weet dat het niet voldoende is. Maar wat van belang is, dat ondanks de zware periode die we in 15, 16 en 17 hebben gehad, dat de regering gekozen heeft om in infrastructuur te investeren. Omdat dat niet alleen maakt dat een lief genot voor de sma een kring, maar dat investeerders ook investeren in een kondre, omdat je investeert in een infrastructuur. En dat nou een voorwaarde voor ontwikkelde economieën. Dus asan dat nou vaarlijk belangrijk. Maar met dit bezig, naar openbare werken, transport en communicatie ook toe. Voor als de man een lijst, om een straat die de man bestraat, om een kilometer gaat rond naar de kriekje die man haal op, om een brokje die man bouwt in een 7,5 jaar. Ja. Want ik weet hoeveel bruggen er in deze periode gebouwd is nooit door geen enkele regering gebouwd. Toch? Ik weet alleen dat alleen in het binnenland aan kleine bruggen meer dan 17 nieuwe bruggen zijn gebouwd. Meer dan 17 nieuwe bruggen zijn gebouwd. En wanneer ze door een kleine overstroming of een natuurramp worden beschadigd, worden ze weer direct aangepakt. Dus aan dat, het kost geld. Toch? Wanneer recent woonbuurten en productiebuurten onder water zijn gelopen, ook Wico en Alvivico, dan zijn dat het kost money. Toch? Dus wanneer je alleen aan twee beleidsmaatregelen 2,7 miljard in 7,5 jaar uitgeeft en je vraagt een bijdrage van 80 miljoen van de samenleving weer terug, dan vind ik dat ja, dat gewoon een druppeltje is op een hete plaat. Het gaat wel ons helpen, enorm veel helpen, om komende inefficiënties als prijsstijging en verdere druk op de wisselkoers weg te werken. Maar het is best wel wat de samenleving kan betalen. Ook wanneer je kijkt naar de prijzen en de bedragen die ze moeten betalen. Laat me u zeggen van dat de bedragen die eigenlijk voorgesteld was door het ministerie, was voor P1 een bedrag van 260 SRD. Maar, suma er een P1 wagen. Want P1 wagen naar de moro chinchi wagen. Is dat wie? De auto's hebben niet eens een bagageruimte. 4 mensen kunnen maximaal in die auto zitten. 5 wanneer het een beetje krap zit. Zijn even die kleine auto's. Wij hebben gezegd van, gezinnen die echt zuinig omgaan met hun middelen. Gezinnen die echt op hun uitgaven letten. Gezinnen die het niet zo breed hebben. En toch nog een voertuig willen hebben. Het zijn juist die gezinnen die meestal zo'n kleine auto rijden. Dus we hebben aan de minister gevraagd om dat bedrag van 260 SRD te herzien en terug te brengen naar 75 SRD per jaar. Het is niet 6 SRD op maandbasis. 75 SRD per jaar is een te betalen bedrag, goede eerlijk. P2 was voorgesteld, 380 SRD. We hebben aan de minister gevraagd van minister Tjara bedrag kom bakatap. Een aannemelijk bedrag. En we zijn samen op een bedrag van 120 SRD per jaar gekomen. P2 wagi na den chinsomoro bigi wagi, bijvoorbeeld de fishes, ik denk aan die raktis, no? Dat soort van die march, ik denk dat de march P2 is. Dus dat soort van
kleine gezinsauto's nog steeds. We hebben gevraagd om dat bedrag terug te brengen van 380 naar 120 SRD op jaarbasis, omdat het grootste deel van het volk een P2 auto bezit. En dat is ongeveer 76.000 mensen die bezitten een P2 auto. Dus om die groep tegemoet te komen, de grootste groep tegemoet te komen, hebben wij dat bedrag teruggebracht van 380 naar 120. Dat is maar 10 SRD per maand. Ik denk dat iedereen dat kan betalen. Vooral wanneer je een auto rijdt. Ik kan bijna aan dat. Die P3 auto's zijn ietsje grotere auto's. De Harrier is een P3. De Sportman is een R1. Volgens mij is een Mark X ook een P3. Die Crowns. Die Chasers. Isabi, kijk naar dat bedrag waarmee je dat auto koopt. Die auto's, je koopt ze niet beneden een bedrag van 7000 US, 8000 US. Die Harriers, die RAV. Noem maar op. Is dat een wakkie dat die. En wij vinden van, wanneer je in staat bent om zo'n bedrag te betalen, en ook al heb je het op misschien op afbetaling, maar je bent wel in staat om die de aflossingen te plegen en zo, wil dat wel zeggen dat je een 520 SRD per jaar kan betalen. Wat voorgesteld was, was eigenlijk 550 SRD. We hebben toch gemeen om dat bedrag met 30 SRD naar beneden te brengen, omdat we vinden van dat wat die groep ook een beetje tegemoet kan komen. Maar dit soort auto's, die P3's, worden ook vaak ingezet voor een paar dingetjes die je wil doen, toch? En het zijn meestal de mensen die het wat beter hebben dan de groep van de P2. Dus die moeten wat meer betalen. En begrijpelijk ook. En dan komt die P4. Die P4 moet gewoon 880 SRD op jaarbasis betalen. Die P4 zijn de eigenaren van de Prado's, de eigenaren van die Murano's. Ik denk dat Minano, ja, ik weet niet of een Murano een P3 of een P4 is. Maar in elk geval de Biggie Waggie dat die. De Land Cruiser Nangadens aan dat. Isabi, de man dat moest bij gewoon 880 SRD. Je gaat me niet komen vertellen dat je arm bent wanneer je een P4 rijdt. Goed eerlijk. Of je niet kan betalen. De P5, dat zijn natuurlijk de nieuwere auto's, grotere nieuwere auto's. De grotere Prado's, de grotere, sabi, de Biggie Waggie's, de Biggie Maere. Dat bedrag hebben we verhoogd van 1200 SRD naar 1500 SRD, omdat we vonden dat ze dat ook konden betalen. En het bedrag van tractoren, omdat het voor de productiesector wordt gebruikt, hebben we verlaagd van 400 SRD naar 200 SRD, om de agrariërs tegemoet te komen. Dus dat is de ratio achter de bedragen. Laten we eerst beginnen met nieuwe belastingvormen. Ik denk niet dat we nu andere nieuwe belastingwetten zullen introduceren. Tenminste hier zullen behandelen en aannemen. Dat denk ik niet. We hadden BTW, maar BTW is ook verschoven vanwege organisatorische zaken. Dus dit is volgens mij de enige. En dat het kostenverhogen gaat werken. Laat me even dit zeggen. Als je een tractor hebt waarvoor je 200 SRD op jaarbasis gaat betalen. En je uitrekent hoeveel je per maand ervoor gaat moeten betalen. En als ik dat doe, dan neemt u me in niet kwalijk, maar ik wil het even uitrekenen. Is 200 gedeeld door 12. Per maand moet je 16 SRD extra betalen. En die 16 SRD moet je door middel van je productie zien terug te vinden, verdienen op maandbasis. Met hoeveel gaat de prijs van je producten toenemen? Goed eerlijk, het gaat in centen moeten zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor iemand die een bus heeft, een B1 bus heeft. En als je kijkt voor die B1 bus, sorry dat ik zoveel tijd neem hoor, maar dit wil ik wel even uitleggen. Bij een B1 bus betaalt de persoon 730 SRD per maand. En met een B1 bus kan je 10... B1, een bus van B1 categorie. En met een B1 bus van die categorie kan je 10 personen vervoeren. Per jaar betaalt zo iemand dan 720 SRD, 730 SRD. Per maand wordt dat 730 gedeeld door 12.
is 60 SRD. Als hij 5 dagen per week mensen vervoert, 10 personen vervoert, 5 dagen per week, dan is dat 50 per week die hij vervoert. Dan is dat 200 per maand die hij vervoert. Ik neem het minimale. 60 SRD aan kosten extra per maand. En per maand vervoert 200 personen met zijn bus. Dan is dat 60 SRD gedeeld door de 200 personen dat hij vervoert. Dan moet hij maar 30 cent verhogen op de prijs van één persoon dat hij verhoogt. Totdat hij vervoert, om het zo te zeggen. Iemand die een vrachtwagen heeft en die 465 SRD moet betalen op jaarbasis met een laadvermogen van 1000. U kunt het ook uitrekenen. Die gaat natuurlijk veel minder moeten betalen of aan kostenverhoging krijgen per kilogram aan laadvermogen. Wanneer je het uitrekent aan die bushouder. Dus die prijsverhoging moet eigenlijk te verwaarlozen zijn, omdat je het zo makkelijk kan terugverdienen. Dat is wat ik alleen onder de aandacht wil brengen. Je kan het gewoon zitten en je kan berekenen thuis, want je hebt de categorie. Je weet van als ik één bus heb, van dit is het, van dat ik moet betalen. En je deelt het door de aantal personen en je kan je kosten berekenen. En u gaat zien dat de kostprijs niet meer dan in een aantal centen mag toenemen. Die wet is belangrijk om een stukje ordening te brengen binnen de economie. Dat het stukje van de economie verder te ordenen. Het is belangrijk om verdere prijsstijging te voorkomen. Het is belangrijk om verdere wisselkoersstijging te voorkomen. En het is belangrijk om de verschillende ambtenaren, groepen van ambtenaren die een verhoging willen, om dat te kunnen betalen. Om een stukje ruimte te hebben, ook financiën te hebben, ook voor de gezondheidszorg. Om wat meer ruimte te hebben voor zaken die op dit moment prioriteit genieten. Daarom is die wet van belang. Absoluut zijn ben ik de mening toegedaan dat we heel laat zijn met deze belastingwet. Want regionaal, als je kijkt van hoeveel aan belastinginkomsten weerspiegeld op je bruto binnenlands product wordt verdiend door de verschillende landen, dan gaat u zien dat regionaal alle landen hun belastinginkomsten ten minste 23% is van hun BBP. Omdat we dat gedeelte van belastingen in dit land niet hebben aangepakt en we alles gratis geven, is onze belastinginkomsten weerspiegeld op ons BBP maar 17%. En het daalt constant. Dus ja, terecht zeg ik, we zijn laat. We moesten het misschien al in 2017, toen de president het hier had aangekondigd, al direct behandeld en aangenomen hebben. Maar rekening houden met de sociale situatie, hebben we gezegd, we gaan het doen wanneer het echt moet. En nu moet het.